Deze nieuwsuitzending is in het kader of ter ere van Alan Watt van cuttingthroughthematrix.com. Als je christelijk bent, dan kan je beter luisteren naar Brett Norman, Walter Veit, Jurk Gliesman en even kijken, wie vergeet ik nou? Kijk maar, Brett Norman, Walter Veit, Tom Fraas. Ja, dan moet je de Bijbel geaccepteerd hebben. En heel veel mensen hebben moeite met het oudste, diepste boek. Heel veel mensen doen liever dokterromannetjes lezen. Zuster Gerda ging naar bed met de breinchirurg van het ziekenhuis in Nieuwe Veusden. En een Bijbel lezen, dat doen mensen niet. Dus daar hou ik rekening mee. Ik hou rekening zonder meer met iedereen. Behalve met Bijbelgelovende christenen. Want daar hoef je geen rekening mee te houden. Die redden zichzelf wel. Maar voor al jullie ongelovigen, jullie infidels, luister naar Alan Watt van cuttingthroughthematrix.com. En niet straks, niet Seffes, nee, heute nog, verdomme. Dus je gaat nu mijn uitzending stoppen en dan doe je een nieuw tabblad openen en dan typ je in C-U-T-T-I-N-G T-H-R-O-U-G-H M-A-T-R-I-X. Cutting through the matrix. En dan .com. Die kunstenaar, want dat is het. Die kunstenaar die doet zijn uitzendingen met een gelijkmatige stem. Ik heb daar moeite mee. Ik ga altijd over de rode streep heen. In de zin van dat ik op mijn audio kijk en ik van perry. Wat ging je weer hard tekeer? Zo vallen de mensen niet in slaap. Ja, precies, aldoende leert men. Huh? Nou, ik neem aan dat jullie de uitzending gestopt hebben. Jullie hebben minimaal een uur geluisterd naar Alan Watt van cuttingthroughthematrix.com. En je begrijpt ongeveer waar het over gaat. Fijn, dan kan ik nu doorgaan. De agenda die er is, die uitgevoerd wordt, gaat erom dat kinderen losgeweekt worden van hun vader en vastgeplakt worden aan hun moeder. Ja, dat is zo. Dat wisten jullie niet, hè? Nee, kindertje. Hè? Het is zo. Nou, mijn dochter, daar ben ik achter gekomen gisteravond, die heeft tegen mij gelogen. En zij vindt dat terecht, want ik ben een klootzak volgens haar moeder. Dus waarom zou je niet tegen mij liegen? Ja, waarom niet? Wat moet je anders doen met een klootzak? Mijn dochter heeft tegen mij gelogen. Jarenlang. Ja, leuk dat ik erachter kom. Nou. Was dat zo'n groot probleem? Mijn kind had ook tegen mij kunnen zeggen van papa, ik heb er nog een keer over nagedacht en ik vind zelf, fuck you. Had ik ook gezegd, nou doei. 4 jaar geleden.
Hé, hey, mooi is dat. En vind ik het erg? Nou, ik vind het niet erg dat ik erachter ben gekomen dat zij tegen mij gelogen heeft. Daar ben ik heel tevreden over, want ik voelde al die tijd al een frictie. Dat ik dacht, waar komt dat vandaan? Ja, nu weet ik het. Zij heeft tegen mij gelogen. En ik ben degene die kan weten dat zij gelogen heeft. Dat weet ze, dat wist ze. En ik heb de boel op de spits gedreven. En toen was ze verplicht om tegen mij te zeggen: papa, ik heb tegen jou gelogen. Mooi zo. En zij denkt er dan mee weg te komen doordat ik haar gedwongen heb om mij te vertellen dat ze gelogen heeft. Want als ik haar niet gedwongen had, had ze me niet verteld dat ze tegen me gelogen had. Dan had ze fijn doorgespeeld als Teletubby in La La Land. Maar ik woon niet in La La Land. Zij is nog kwaad op mij ook. Dat ik haar gedwongen heb om haar te laten vertellen dat ze tegen me gelogen heeft. Ja, dat heet Double Plus Good. In de roman van George Orwell, te weten William Blair. En die roman heet 1984. Dubbel plus goed. En wat doe ik hier? Ik heb voor mijn dochter gezorgd als een vader hoort te doen. En zij pist over mij heen. Ah, so be it. Is dat erg? Nee. Want ik vond het heel erg fijn om mijn vader, de vader van Christus, de Heere Heren, om de Heere Heren te dienen. Want mijn kind is een kind van hem, met een hoofdletter H. En het is hartstikke leuk om voor kinderen te zorgen. Het is echt geweldig leuk, man. Dat heb ik met veel plezier gedaan. En stiekem heb ik wel gehoopt dat dat ergens toe zou leiden. Nou, dat was dus niet zo. Maar nog steeds heb ik voor haar mogen zorgen. Dat is toch mooi. Geen probleem. Nee, een mooie boel is het. Liegende kinderen. De eerste keer dat ze tegen me gelogen had, toen was ze 5 of 6. Toen zei ik tegen haar: hé, je zit te liegen. En zij zo: ja, heb je het in de gaten? Ik zei: ja. En dat mag niet. Oh, zei ze. En toen dacht ze: oppassen met liegen tegen papa. Want papa die heeft zo'n soort woordenboek ingebouwd. Dat heet zijn herinnering. Dus je moet je verhaal wel consistent houden. Toen werd ze heel voorzichtig in het liegen. Jezus. Ja, inmiddels is ze 18 en vet bezig. Ja. Echt geweldig. Ze komt mijn huis niet meer in. Ze heeft haar spullen hier niet meer, dus dat maakt ook niet uit. Maar ze komt hier niet meer binnen. Wat denkt ze wel niet? Haar moeder heeft haar broer laten vermoorden. Dat weet mijn kind sinds 5 of 6 jaar. En al die tijd heeft ze haar mond daarover dichtgehouden dat zij dat wist. Maar ik kon het voelen. Huh? Want haar moeder heeft haar broer laten vermoorden en haar moeder heeft tegen mijn kind verteld dat dat kwam door mij. Dus ik ben de moordenaar. Dat heb ik gevoeld.
Mijn kind ziet mij als de moordenaar van haar broer, want haar moeder kon daar niks aan doen met zo'n klote kerel die Perry Winkel heet. Ik weet het nu. Ja, oké. Okay. Hé, hé, poe, poe, was dat zo moeilijk? Ja, die bitch komt gewoon hier niet meer binnen. Die bitch van haar moeder niet en die bitch van haar dochter ook niet. Mijn tweede kind is vermoord en die twee vrouwen die zitten koekjes te eten. Wanneer gaan we wat leuks doen? Ik ken het, man. Het is afgelopen. Geen behoefte van mijn kant. Ik vind het niet interessant. Moord mag niet. Punt. Ja, maar Piggy, hoe zit het dan met die moord? Wie heeft dat dan opdracht toegegeven? Nou, dat was de moeder van mijn kind. Die heeft mijn tweede kind laten vermoorden. Ja, maar Piggy, dat kan alleen maar geweest zijn omdat zij dat echt noodzakelijk vond. Oké, ik vind het een hele goeie, die zegt. Dus de moord op mijn tweede kind was noodzakelijk en het kwam omdat ik zo'n klootzak was. Punt 1, waarom was ik een klootzak? Want ik ken die kringredenatie dat je zegt, ja, jouw kind is vermoord door de moeder. En dat was jouw schuld, want anders had die moeder dat nooit gedaan. Je moet wel een klootzak zijn geweest. Dan laten we op zoek gaan naar wat je fout hebt gedaan. Ja, kom maar op. Kom maar op. Kom maar op. Ja. Beetje nutteloos beschuldigen van Perry Winkel. Kom maar op. Kom. Ik map je voor je bek, jongen. Als jij aankomt wandelen met een partijtje leugens. Wat heb ik gedaan? Dusdanig dat het nodig was om mijn tweede kind te laten vermoorden. En mijn tweede kind was onschuldig, want die had alleen maar in de baarmoeder lopen zuigen aan zijn duim. Ja, Piggy, kinderen die in de baarmoeder aan hun duim zuigen, ja, die laten we vermoorden. Jullie zijn een stelletje smeerlappen. En dat goed begrepen. Het was mijn kind. Het was de broer van mijn eerste kind. En mijn eerste kind maalt er niet om. Die denkt van ja, het zal wel komen door papa. Want in de kranten en op de tv zie ik ook de hele tijd dat die mannen hartstikke dom zijn en die veroorzaken alles slechte. Dus wij vrouwen mogen doen waar we zin in hebben. En als er wat fout gaat en er moorden plaatsvinden en dode kinderen, nou, dat schuiven we af op het bordje van de man. Klaar mee, man. Echt totaal beu. Zeker, ik ben kinderloos. En het hoort zo, daar is op aangestuurd. Die hele agenda van alle mannen zijn domboos en de vrouwen zijn la 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 la. Wij zijn de baas in eigen buik en wij bepalen wie er vermoord wordt of niet. Ja. En mijn dochter is net zo. Blijf uit haar buurt, zou ik zeggen. Ik had het al een tijdje in de gaten, hoor. Maar ik kon het. Ja, ik zag vreemde gedragingen van haar die ik niet begreep. En nu begrijp ik het. Zij is akkoord met de moord op haar broer. Ja, dan moet je niet bij mij in de buurt komen. Daarom komt ze ook niet naar mij toe. Ze kijkt wel linkeruit. Ik begrijp dat wel. Dus geen probleem, hoor. En wat maakt mij het uit? Als God het wil,
dan krijg ik binnenkort 100.000 euro. Dan ga ik naar de protestantse kerk en dan score ik een of andere buitenlandse wiefke. Dan ga ik kennis maken met mijn schoonfamilie. Dan ga ik allemaal een hand geven. Dan gaan we bijbelteksten citeren. We gaan vriendelijk doen tegen elkaar. We eten desnoods veganistisch. En dan maak ik een van die vrouwen zwanger. En die schoonvader mag vertellen welke. Dan doen we het zo. Denk je dat God zich voor één gat laat vangen? God heeft zijn woord, de Bijbel, de bibliotheek. De Bijbel is geen boek, het ziet eruit als een boek. Het is een verzameling van boeken. Vandaar het woord Bijbel. Dus een bibliotheek. Bibel op z'n Duits. Ja, en degene die dat woord minachtte, ja, gaat dood. En dat vindt mijn dochter ook. Gewoon keel, doden. We maken het uit. Als mijn dochter nog maar in leven is, vindt mijn dochter. Nou, die is nauwelijks in leven. Ik zou niet weten waarom. Ze heeft gelogen tegen haar eigen vader. Ja, want papa, die, wat hij gedaan heeft, weet ik niet. Maar mijn moeder heeft zijn tweede kind laten vermoorden. Dus dat moet aan hem liggen. Die logica, schandalig. Hey, mijn kind gaat dit bezuren. In mijn ogen, onder mijn ogen, komt zij niet meer. Dat wordt eerst accepteren dat zij tegen mij een excuus moet bieden. Sorry papa, dat ik jou niet vertrouwd heb. Sorry papa, dat ik altijd dacht dat mama de waarheid sprak. Ze gaat maar kauwen op haar eigen tandvlees. En hoe kwam ik daarachter? Nou, het ging als volgt. Die moeder van haar heeft mijn tweede kind laten vermoorden in 2008, in de herfst. Hartstikke grappig. Ha, 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 ha. Dat heb ik en die moeder niet aan mijn kind verteld. Dat vond ik correct, want mijn kind was toen 8. En hoe moet je aan een kind van 8 gaan uitleggen dat het de komende maandag bij de buren moet gaan eten, want mama gaat haar broer laten vermoorden? Ja, dat kan je niet vertellen aan een kind van 8, of wel? Ja, ben ik nog gek of ja? En er is een afspraak gemaakt om het mijn kind niet te vertellen voordat het 21 zou zijn. En dat die afspraak werd gesteld door de scheidingsadvocaat. €190 per uur. 21, bij het 21ste jaar mag je dat, die levende van jullie twee vertellen, maar niet eerder. En nou is gebleken dat die moeder heeft dat al lang verteld aan mijn dochter. En mijn dochter had daar geen enkel probleem mee.
Die is niet naar mij gekomen om te vragen van... Hé, pap, ik heb net gehoord van mama dat mama mijn broertje heeft laten vermoorden. Wat vind jij daarvan? Heb jij daar last van gehad? Of had je ook zoiets, net als mama, van ach, dan neuk je toch een nieuw kind erbij? Niets, heeft ze tegen mij gezegd. En hoe ik erachter kwam, is dat er een Facebook-post stond van haar moeder over een zogenaamd heel eng moment. En waar ging dat over? Nou, de buurman, die had een lage bloedsuikerspiegel of zo. En die stond met zijn goede sleutel bij de verkeerde deur te morrelen en werd super zagrijnig dat die sleutel niet paste. En die ging dus tegen die deur aan benzen. Van, nou, misschien is het die deur. Whatever. Dat was het. Als ik, dat is mijn woning waar ze wonen met z'n tweeën. Hè? De moeder en mijn kind. Als ik thuis, ik ben het huis uitgetrapt. Ja, ik kan er verder niks aan doen. Als ik daar gewoond, nog steeds gewoond had... en ik had dat geschoffel, gerommel gehoord aan de voordeur... dan was ik naar voren gelopen. Had ik de deur open gedaan en gevraagd, wat is er aan de hand? En dan had de buurman, want die stond gewoon bij de verkeerde deur. Meer niet. En die woonde gewoon de verkeerde portiek. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat was horror voor de moeder van mijn kind. En dan gaat ze zo schrijven van la 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 la. Alsof we de nieuwe Ex Libris prijs aan het schrijven zijn. Behalve dat het een stukje is van nog geen 500 woorden. Oh, 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 wat eng. En ik heb erop gereageerd met de opmerking van de moord op mijn tweede kind. Dat was eng. Recht eng. Erg eng. Ik vond dat verschrikkelijk. Dat begrijpen mensen ook helemaal niet meer tegenwoordig, hè? Nee, want moorden... Ja, ze moorden toch ook in Irak? Dus waarom niet hier in Nederland? Ik ben erachter, hoor. Ik vind het heel erg fijn dat ik heb mogen leven op deze aarde. Ik vind het heel erg fijn dat ik heb mogen zorgen voor mijn kind, voor mijn dochter. Daar ben ik dankbaar voor. Dankbaar voor het leven. En ik heb nooit gemoord. Waarom? Wie had ik moeten vermoorden? Ja, maar kijk, jij kon het niet en daarom heb je het niet gedaan. Dat kon ik wel. Jongen, je moet eens weten in wat voor een krochten ik kom. Denk je dat ik daar niet een Walter P22 kan kopen? Of een Luca? Of een looie pijp? Natuurlijk kan ik moorden. Maar waarom zou ik dat doen? Daar heb ik geen reden toe. Huh? En haar moeder wel. Die heeft een mens vermoord. Maar ja, ze kon het laten doen in Den Haag. Moest ze helemaal met de trein naar Den Haag. En dan nog met de tram. En dan maar hopen dat je de Andalusiusstraat nummer 33 kan vinden. Dat is die kuthomo nog gelukt ook. Op je rug liggen, knieën uit elkaar en gaan we snijden, meneer de dokter. Snij dat kutwezen kapot. Wat die moeder op haar geweten heeft. Ze heeft mijn leven verpest. Dat is tot daaraan toe. Zij heeft het leven van mijn kind gestopt. Halleluja.
prijs de Heer. En het wist mijn kind dus al vanaf dat ze 12 was. En niks tegen mij zeggen. En ik maar het geheim, het grote moordgeheim, verzwijgen. En denken, daar wacht ik mee. Ja. Papa, zij heeft die Facebook-post gezien. Ik heb een reactie gegeven. Ze zal wel mij nu geblokkeerd hebben. Ik wil ook helemaal niks meer te maken hebben met die moeder en dat kind. Dat mag allemaal weg. In mijn familie heb ik een tante, die heet Tante Til. Die is cool, die is relaxed. De rest rot mijn rug op, man. Ik schaam me voor mijn familie. Van moordenaars. Dombo's. Hoe durf je een mens te vermoorden? Ah, maar mijn dochter heeft daar verder geen moeite mee. Die is bezig met haar opleiding. En ik heb ervoor gezorgd dat mijn dochter een IQ heeft van 130, denk ik. Dus pas op voor die vrouw. Dat is een moordenaar. En akkoord gaande met moord. Want dat zal de schuld van papa wel zijn. Want alle mannen zijn klootzakken. En die arme vrouwen, die worden zwanger. En wat moeten ze met zo'n kind? Ja, vermoorden natuurlijk. Ja, ga maar weg. Een mooie toestand van de wereld. En ik ben niet boos. Ik ben ook niet teleurgesteld. Ik accepteer. Ik snap het. Luister naar Alan Watts met CuttingThroughTheMatrix.com. Alan Watt is zo verstandig geweest om zijn penis niet te stoppen in de vagina van een vrouwelijk persoon. Dan ben je van het... Vermijd je gezeik. Ja, ik ben zo dom geweest om dat wel te doen. En wat doe je dan? Nou, dan creëer je een nieuw mens, zoals mijn kind. En die is dan tegen de overbevolking. Als ik tegen haar zeg, pak nou eens een blaadje papier erbij. En laten we even rekenen. Hoeveel vierkante meter droog land hebben we? En hoeveel vierkante meter is er nodig per mens? Het antwoord van de rekensom is dat de aarde, de droge aarde, want je kan niet leven in de zee. Dat is iets. Ja, moet ik dat ook nog uit gaan leggen? Maar in de zee kan je niet leven. Er is zo'n film en die heet Water World. Waterwereld. Ga hem kijken. Totale onzin. In het water, op het water, kan je niet leven. We hebben droge grond nodig. Droge aarde. Want onder de zee, ja, weet ook heel veel mensen niet, maar onder de zee zit ook grond. Ja? Maar aan die grond heb je niet zoveel. Nou, de droge grond is voor het grootste deel woestenij. En dat komt omdat het niet gecultiveerd is. De Gobi-woestijn, de Kalahari-woestijn, de Sahara. En ook tegenwoordig grote delen van het Amazonegebied is woestenij. Oh, ga maar kijken. Kijk naar Breaking Bad. Kan je vast wel vinden. Nee, die zat op Netflix. Dan zie je dat droge land. En daar groeit helemaal niks. Maar dat kan je cultiveren.
Wij kunnen hier op deze wereld wonen met 70 miljard mensen. Maar niet met 70 miljard moordenaars. Dat gaat hem niet worden. Eventjes, gaan we anders maar luisteren naar Alan Watt van cuttingthroughthematrix.com. Je kan toch wel Engels of niet? Als jij shitter the fuck nu nog steeds geen Engels kent, wat voor Nederlander ben je dan? Dat je geen Frans kan, dat begrijp ik. De onuitspreekbare taal met baoui, banon en oulala, c'est le métro qui passe. Maar Engels, dat kan je toch wel? Alan Watt is geboren in Schotland, als ik het goed zeg. En hij woont nu in Canada, in Ontario. Look it up. En hij zit in een rural area. Ja, maar Piri, dit wordt ingewikkeld hoor. Wat is rural? Ja, een niet stedelijk. Landelijk gebied. En Alan Watt zeurt niet over de Bijbel. Dus hoef je helemaal niet bang voor te zijn. En ik denk dat als Alan Watt één uitzending leest, of hoort, moet ik zeggen, van, begrijpt, één uitzending begrijpt, van mij en Jurk Gliesman, dan hebben wij ook geen probleem met Alan Watt meer. Ik heb trouwens zonder meer geen probleem met Alan Watt. Want hij liegt niet. Hij spreekt niet over de Bijbel. That's it. Hij noemt daarmee het beestje niet bij het naampje. Want het beest is de antichrist. Satan heet dat ook wel. De volgelingen van Satan. En die moorden. Maar dat mag niemand vertellen. Hé? Nee. Die moorden in het geheim. Halleluja. Prijs de Heer. Tegen mijn dochter heb ik gezegd. Zij had dus die... Haar moeder had een belachelijke Facebook-post gemaakt. Met een taalgebruik wat ik ken van haar moeder. Gebaseerd op helemaal noppes nikkers. En dan zeggen dat het horror is. En ik heb gezegd, nou wat horror is, is dat mijn tweede kind werd vermoord. Dat vond ik erg. En mijn dochter kwaad, jongen. Ja, papa, maar dat wist ik al lang. Ja, en waarom heeft die bitch dat niet tegen mij verteld? Huh? Want ik merkte die achterdocht. Dat verzwijgen. Zij wist van de moord op haar broer. En niet tegen haar bloedeigen vader vertellen dat ze dat wist, terwijl ze had kunnen weten dat ik niet kon weten dat zij het wist. Hè? Huh? Dus als je omgaat met iemand en jij weet iets en je weet zeker dat die ander dat niet weet, dan heb je twee keuzes. Of het is onbelangrijk. Ja, dus mijn dochter die heeft een ijsje besteld met chocola en de chocoladesaus was op. Ja, dat hoef ik niet te weten. Dat mag ze geheim houden. En ze dacht van kut, ik wilde ijs met chocoladesaus, maar de chocoladesaus was op. Ja, dat hoef ik niet te weten. Zij wist van de moord op mijn tweede kind.
En ik dat maar verzwijgen. Want oh, rekening houden met de tedere kinderziel. Hé, hey, mooi is dat. Maar het hoort erbij, hè. De agenda, het plan, is om de verbintenis tussen kinderen en hun vader te verstoren. Op zijn Duits klinkt het ook heel mooi, hè. Zerstören. Ja. Vergeef mij mijn Nederlandse accent. Te verstoren. Dat lukt ze uitstekend. Blijf weg bij die vrouwen. Dat soort vrouwen. In dit geval mijn kind. En de moeder van mijn kind. Weg, weg, weg. Het wordt niet vrolijk. En ik merkte het wel, hoor. Dat was na de scheiding. Dat ze iedere avond stipt 8 uur 's avonds moest ze, mijn dochter dus, mijn kind, moest mijn kind haar moeder bellen. En dan 10 minuten lang onzin tegen elkaar, ouwe hoeren. Denk je dat mijn kind mij ooit gebeld heeft om 10 minuten lang onzin te ouwe hoeren? Nee, natuurlijk niet. Ik ben toch een man? Hé? En alle mannen zijn maloten, idioten en de vrouwen zijn de baas. Halleluja, prijs de Heer. Dat irriteerde mij al. En daar was een ouderschapsovereenkomst dat ik 40% van de week zou ik de beschikking hebben tot mijn kind, om mijn kind te voeden, op te voeden. Denk je dat mijn dochter dat wilde? Nee, man. Die had van mij leren lezen, die heeft van mij leren rekenen, leren fietsen, leren zwemmen, leren goniometrie en de rest, algemene kennis. En toen dacht ze, fuck you, want je bent een man. Ja, mooi is dat. En dat kan je mijn dochter niet verwijten, want op school wordt dat geleerd. Met al die filmpjes die ze keek van Jake en Josh. Ken je die serie? Echt te braken. En Hannah Montana, zat ze ook naar te kijken. En Totally Spies, vond ze ook geweldig. Zucht. Maar goed, mijn kind is nu zover dat ze haar minachting naar mij openlijk heeft uitgesproken. Mijn papa, ik vind jou, net als dat mama dat vindt, ik vind jou een ongelofelijke ehol. Klaar. Ik wist het al, hoor. Ik vroeg me al af van, waarom? Dan moest mijn dochter volgens de ouderschapsovereenkomst op zaterdag, als het mijn weekend was, om 10 uur 's morgens bij mij zijn. En ik om 9:30 's morgens de hele woning op orde en een plan gemaakt van, we gaan we dit doen, dan gaan we dat doen, dan gaan we zus doen. En dan komt ze om 3 uur 's middags. Dan zit ik 5 uur te wachten. En ik maar denken van, waarom? Ja, zij is liever bij haar moordende moeder. Dat geeft haar vertrouwen of zo. Dat is ook erg, want haar eerste vriend,
Harm heette die jongen. Een mooie, lange jongen. Met een mooie huid. En dat sluike haar. En dan natuurlijk een beetje een gezinssituatie. Maar de bedoeling is dat de man zijn vader en, haar en zijn moeder in de steek laat om een nieuw gezin te stichten. Die jongen was E-OK. Die heeft ze gedumpt. Waarom? Geen flauw idee. Vraag maar aan mijn dochter. Waarom heb je Harm gedumpt? Het enige wat ik eruit gekregen heb, is dat zij zei, ik vond het een zwakkeling. Braak. Ik heb al die jaren voor haar gezorgd. Ik heb de gezinstaken in uren. Want elke taak heeft zoveel minuten. En tot aan haar 10e heb ik 80% gedaan van de gezinstaken. Vuilnisbak buiten zetten. Lege flessen wegbrengen. De vuilnisbak schoonmaken. Het doucheputje reinigen. Ga maar door. En mijn dochter denkt, thank you for the household and all that you did. En het kattenluik, dat doet het ook nog steeds. Thank you for het kattenluik and all that you did. En fuck you voor de rest. Want jij was zo'n klootzak dat mijn moeder mijn broer heeft laten vermoorden en dat is niet erg voor mijn broer, want die is dood. En daar maal ik niet om. En, maar jij hebt, indirect heb jij, neem je verantwoordelijkheid, papa. Mijn dochter en ik hebben nog heel wat notities te vergelijken. Christus Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En mijn dochter is meer van, ja, ik ben de weg, de leugen en de dood. En ik wist het. Ik wist het. En hoe ik dat had kunnen weten, weet ik niet. Dat moet de Heilige Geest zijn geweest. Ik wist het. Maar nu weet ik het. Want zij heeft het mij verteld. Ja, pop, ik heb al die tijd tegen jou gelogen. Mooi zo, dan zijn we daar vanaf. Het maakt mij niet uit hoor. Ik vind het echt niet erg. Stel dat mijn dochter nog in leven was, dan heb je veel meer problemen. Dan ga je je afvragen wat ze moet doen en of je haar kan helpen. Maar nu ik weet dat zij een leugenaar is, heb ik geen verantwoordelijkheid meer. Een zeggenschap had ik toch al niet. Dus zeggenschap had ik niet en daar nam ik genoegen mee, maar ik was verantwoordelijk. Maar nu niet meer. Ik ben niet verantwoordelijk voor een leugenaar. Waarom? Ja, maar Perry, het is toch jouw kind? Nee, helemaal niet. Inmiddels ben ik zover. Ik weet dat het biologisch gesproken kan het ook het kind zijn geweest van Peter Bosman. Of Hans van Soest. Ik was een hoe noem je dat niet een, ze noemen dat een kukkold, een koekoek. Maar dan andersom. Hè? De vader van een koekoek. Ja, misschien was dat zo.
I don't care. Zij is een kind van God. Niet van mij. En zij is mijn dochter, die gaat aan God vertellen van ja, God, je mag mij verdoemen, maar ik heb gelogen tegen mijn sociologische vader die mij heeft leren schrijven, heeft leren rekenen. En de rest. Tegen hem heb ik gelogen. Hem wantrouwde ik. En mijn moeder die ging neuken met Peter Bosman toen ik 5 was. Dat is zo, hè? Toen mijn kind 5 was, ging haar moeder neuken met Peter Bosman. Onthoud die naam. Weet je hem te vinden? Nou, ik zou zeggen een oude, ja, gewoon een lege wijnfles. Even vol voorgooien met diesel. En dan een stukje textiel erin. Een oud kussensloop. Scheur je een stukje vanaf. Ja. Huh? En dan prop je in de bovenkant. En dan even die fles ondersteboven houden. Dat die diesel, wat je maar gebruikt, diesel of benzine, maakt niet uit. Allebei even goed, man. Heet een Molotov cocktail. Ja, flikker hem in het huis van Peter Bosman. Burn, baby, burn, Disco Inferno. Ja, een mooie boel. Het is geweldig. Ik ben erg tevreden over mijn leven. Daarmee bedoel ik, ik ben erg tevreden over wat ik gedaan heb. Ik heb ze allemaal opgelicht. Dat laatste was metafysisch. Oplichten betekent verlichten. Ik heb niemand getild, man. Ik heb niemand opgelicht. Maar wel verlicht. Ik heb geen klacht over mijn handelen. Ik heb een aantal behoorlijke emotionele lalalala. En daar heb ik sorry voor gezegd. That's it. Iemand die mij kent, die weet dat ik dat gedaan heb. En een dochter, een kind dat tegen je liegt. Jezus mijn Christus. Misschien moet ik de alimentatieafdracht gaan schrappen. Dan maar geen geld meer. Want waarom zou ik geld geven aan 2 liegende vrouwen? Waarom? Wat is de reden? Gij zult betalen aan de leugenaars. Oh ja, joh. Nou, let maar op. Ik ga de Rabobank.nl. Dan denk ik gewoon, hup, stop. Intrekken die handel. En als een van die 2 mij belt, dan zeg ik van ja, ik ben failliet. Ja, maar wij willen geld van jou. Oh ja, waarom? Waarvoor? Waarom moet ik alimentatie betalen aan een liegende moeder die ging neuken met Peter Bosman toen het kind 5 was? En het kind, toen het 13 was, ging het tegen mij liegen. Hoezo moet ik dat? Hoe noem ik dat woord ook weer? Faciliteren. Onderhouden. Dat is het Nederlandse woord. Waarom moet ik die 2 vrouwen onderhouden? Ja, haar eerste vriend, die vroeg ik, hoe gaat het tussen jou en mijn dochter? Hij zei, goed, op voorwaarde dat je mijn dochter positief toespreekt.
Dat was gelijk een rode vlag. Dat dacht ik, oh kut jongen. Shit. Dus blijf weg uit de buurt van mijn dochter. Verstandig idee. Het heeft geen enkele zin. De leugen leidt niet. De leugen heeft geen leiding. Mijn dochter heeft ook tegen mij gezegd... van papa, jij moet ophouden met spullen weg te gooien van mama. Ik heb nooit iets van haar moeder weggegooid. De moeder was de godganse tijd van alles kwijt. En omdat ik in het huis verbleef... ja, vind je het gek? Het was mijn huis. Dus ik had het gedaan. En mijn dochter, die gelooft dat. Ja, het is een leugen. Ik heb nooit wat weggegooid van haar moeder... Waarom zou ik dat doen? Heeft haar moeder spullen van mij verduisterd? Jazeker. Dat weet ik. Ja, een goede boel. Ik ben niet ontevreden hoor, helemaal niet. Maakt mij niet uit. Ik had een gedachte dat mijn dochter een moreel mens zou worden. Nou, dat is niet gebeurd. Zoals ze zeggen, meedoen is belangrijker dan winnen. Dus ik heb mijn dochter leren lezen, hele meuken, zwemles... Goniometrie. Ik heb mijn dochter leren koken. En zoals de Amerikanen zeggen... je kan een paard naar het water leiden... en je kan het niet dwingen te drinken. Ja. Het is jammer... Voor de mensheid, niet voor mij. Mij maakt het niet uit. Ik heb een relatie met de Heere Heere. Ik heb mij te gedragen. Ik heb de waarheid te spreken. Ik heb respect te hebben. Als ik zo dadelijk doodga en ik krijg een vragenlijst van... heb jij geprobeerd om de waarheid te spreken? Dan zeg ik ja. Heb je respect gehad voor andere mensen? Ja. En dan hoef ik niet meer af te wassen. Heaven on earth. Hey, het is een mooie boel. Ik ben er erg blij mee. Dat ik uitstijg... boven de misselijkheid van de gemiddelde mens. Een mooi Nederlands was het, hè? Mij maakt het geen flikker meer uit. Ik begrijp inmiddels dat het leven, dat is een geschenk. En dat geschenk, dat accepteer je. En daar geniet je van. En voor de rest kan je de homohoer op. Nee, dat is niet zo'n mooi woord, hè, homohoer. Maar ha, 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 ha. En wat is nou mijn boodschap aan jullie? Nou, helemaal niks. Je leest je Bijbel.
Een Koning Jacobus Bijbel kost hier in Arnhem €7,95 als je mazzel hebt. En als je pech hebt, dan kost die €8,95. Dat is één keer €8,95. En als je hem niet kwijtraakt, dan kan je daar je hele leven mee doen. Ik weet niet hoe oud je bent, misschien ben je 20. Stel je bent 20. Nou, jij wordt 70. En dat is de bedoeling. Ruim voldoende heet het ook wel. Een 7 is ruim voldoende. Je mag ook 60 worden. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Ja, dan stel je bent 20 en we mikken op 70. Dan heb je 50 jaar. Nou, een Bijbel kost je de King James op zijn Engels. In het Engels is die dan. Je moet wel Engels kennen. Kunnen. Maar dat mag toch geen probleem zijn tegenwoordig. Mijn dochter die kan Engels, man. Zij kan het. De Engelse taal. En dan nu nog begrijpen. En wat kost een Bijbel? Nou, we zullen zeggen een tientje. Als je een dure statenvertaling koopt, dan praat je over €20 of zo. €14. Dan heb je hem in het Nederlands. Maar de Engelse vertaling, dat is een tientje. Ah. Oké, we gaan uit voor een tientje. Heb je een keurige Koning Jacobus Bijbel? Nou, een tientje gedeeld, nou, de 50 jaar, dan heb je een tientje gedeeld door 50. Wat kost dat per jaar? Netflix kost je €5 in de maand. Dat is €60 per jaar. Keer 20 jaar. Het is 20 keer 60. Dat is 0, dat is €1200. €1200. Dan kan je 20 jaar lang kijken naar onzin. Nee, 50. Nee, doe ik het nou goed? Keer 50, hè? Dat was, even kijken, was 60. Dat is 30.000. Even goed rekenen. Netflix kost €5 per maand. Keer 12 is 60 per jaar. Keer 50. Dat is toch... Even die nullen goed in de gaten houden, hè? En een Bijbel kost je maar een tientje. Eenmalig. Twee maanden Netflix. Want Netflix is €5 per maand. En twee maanden is dus 2 keer 5. Is een tientje. Maar ja, al die mensen denken van, ja, in de Bijbel staat alleen maar onzin. En op Netflix of in de bioscoop, daar zie ik echt informatie. Ja. You go fuck your own asshole. Dombo. En ik ben niet chagrijnig, ik ben niet teleurgesteld. Daar gaat het helemaal niet om. Wat maakt mij eruit? Voor mijn kind heb ik alleen maar gewild dat het zou doen wat het zelf wilde. Want ik ben een vader. Het maakt mij niet zoveel uit. Mijn kind mag doen wat ze wil. Dat vind ik helemaal niet erg. God is een zaaier. Ja.
Haar moeder heeft mijn kind de godganse tijd lopen vertellen dat ik een klootzak ben. Ja. Als je een zin maar vaak genoeg herhaalt, dan wordt die zin waarheid. En mijn dochter gelooft daarin. Ja, fuck her. Als ik een klootzak ben, zoals mijn dochter vindt, omdat mijn vrouw, moet ik zeggen, God beter het. Die heeft dat zo vaak tegen mijn kind gezegd, dat mijn kind dat gelooft. En die zegt tegen mij, fuck you. Dan denk ik, mooi zo. Ik ben van jullie leugenaars af. En die alimentatie, die gaat stoppen. En jullie bekijken het maar. Wat maakt mij het uit? Moet ik medelijden hebben met leugenaars, met moordenaars? Ik dacht niet. Nee, van langs als ze leven niet. Ga toch weg, man. Neuk jezelf in je eigen aarsgaatje. Probeer het maar. Grappig, hè? De onthechting. Dat is het. Ik ben onthecht van mijn dochter. Wauw, wat lekker. Ik ben niet meer verantwoordelijk. Ik had al heel lang geen zeggenschap. De moeder van mijn kind, die bepaalde alles. Die had alles zeggenschap. Van het merk toiletpapier tot en met hoe laat dit en hoe laat dat. Halleluja, prijs de Heer. Ik ben er vanaf. Als mensen overtuigd, agressief, gewelddadig, moorddadig willen zijn en hun vader, in dit geval van mijn kind naar mij toe, hun vader willen minachten, en waarom niet? Ik kan er tegen, hoor. Over mij heb je geen zorgen te maken. Absoluut niet. Ik kan prima niet voor mezelf zorgen. Daar ben ik echt een ster in. Ik ben bijna 60. Ik mag de pijp uitgaan. En dan zeg ik dag, Sinterklaasje. Dag, 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 Zwarte Piet. Rot op. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hier een beetje vrolijk bij gebleven zijn. Bij de werkelijkheid. De werkelijkheid die objectief en hard is. En hoe je die bitches onder de duim kan houden, ik weet het niet. Het laatste devies wat ik gehoord heb, is ze niet aandacht te geven. Dan komen die bitches vanzelf naar je toe. Ik denk dat ik dat ga doen. Totaal geen aandacht met de moeder van mijn kind. Dat doe ik al een hele tijd. En nu ga ik stoppen met aandacht naar mijn kind. Klaar. En dan ga ik lekker dood. Want ik heb mijn leven geleefd zoals je het leven mag leven. Namelijk met respect voor andere mensen. En niet doden. En niet omgaan met moordenaars. En mijn dochter gaat om met een moordenaar. Okidoki. Niet mijn probleem. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik. Tjus.
Leuk, hè? Tjus. Dat is een terts. Hè? Tjus. En dag lieverds.